Yep. Ja, nieuwe attributen in de Kneveland. Voor Spreer. Dus mooie aankoop. 28 meter breed. Even wat anders doen. Zo. Heren en mensen, welkom in de stream. Wij gaan vandaag fertiliseren. En Hans gaat vandaag oogsten bij veld 7. En daar staat op sojabonen. En die mag hij wegbrengen naar de ConAgra-mil. En ik ga dit veld 18 fertiliseren. Met de Kneveland sprayer. Nou, dan doen we er maar eens even naartoe, Sjorre. Ja, achterste garage. Ja, dat kan je. Je kan er ook gewoon met de combine naartoe rijden, hoor. Ja, dat kan ook wel. En als je zegt, nou ja, je gewoon moet de diep laaien, ik vind het allemaal prima. Dat is nog even een plusje. La la la. Zeg het eens. Goed zo. Ik wist dat je het kon. Zonder header, want dat past niet bij elkaar. Oké. Ik ben nou wel op zoek naar zo'n hele big one. Dieplader. Maar lastig te vinden. Ja, nou ja, is wel te vinden, maar die werkt niet lekker. Daar heb je ook dus niks aan.
La 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 la. Aangesloten. Hij heeft de voorste dan niet aangesloten, maar op een of andere manier is hij wel met elkaar verbonden. Of moet dat nog op een andere manier? Dat is even kijken. Ja, ik sta morgen bij de overgang. Overweg, ja, nou ja, kan ook door de trein heen rijden. Nou, niet anders, deze mag kan dat wel. Maar hij is me net weggegaan. Dus dat is hartstikke mooi. Dan begin ik achteraan. Lekker mooie breedte. Ja, 18 meter, 28 meter. De andere is gebreed, dat had ik eerst aan gedacht. Maar ik denk, ik moet ook even aan mijn geld denken. Dan ben je gelijk weer zo veel geld kwijt. Ze zijn in de breedte niet. Maar ik ja, hij moet hem ook in de lengte pakken. Zo moet ik hem pakken. Dat is het langste stuk. Zet hij dan op
Tjoh. Waarom die dat nou doen? Want ik had hem toch zo geselecteerd. Op home, denk ik. Weet het niet. Nou, doen we nog een keer. En dan die terug. Ja, kan niet. Nee, ja, die kan ik nog laten zetten. Goedenavond, hier. Nee, helemaal niet erg, Farming 41. Juist leuk dat je meekijkt. En welkom. Klopt. En vind je de stream leuk? Kan je op de follow klikken. Is niet verplicht. En dan krijg je gewoon een notificatie en een belletje. Dan krijg je een notificatie wanneer ik online ben. Dankjewel voor de follow, Farming 41. Ah, kijk daar. Mooi. singleplayer gebruiken, cruiseplay wel, ja. Zeker.
Lijkt me makkelijk. Ik heb niet helemaal. Dit lukt niet helemaal. Helemaal goed hoor. Ja, het mooie van koersbeheer is, je zet gewoon trekker aan. Je kan ook nog kiezen dat het goud kost, 100%, 50%. Dat is het leuke ervan, van koersbeheer. Kunnen ook zeggen, en vooral in het begin is het handig. Green River, ja, die ken ik wel, die map. Maar heb je de nieuwe versie van Koers P? 6. Ik weet hem even niet uit mijn hoofd welke dat is. Maar ze updaten hem regelmatig. En als je niet de juiste Koers P hebt. En ze verbeteren ook elke keer stukken erin. En wat ook handig is, en wat doe ik zelf ook wel eens, als er wel eens een map is. Geen, je moet permit krijgen voor een link te plaatsen. Nou mag je een link plaatsen binnen de 60 seconden. Goedenavond, gek idee. Oké. Waarom krijg je dan een time-out? Met te veel icoontjes. Oh, deze coders. Ja, ik denk het ook. 6 punt, ja, dan heb je de goede versie. Aha, oké.
لا ماتش من الفايف. طب مت الدوم اوكي. Ja, ik moet wat iets meer in wat meer mogelijk is. Ja, soms kan het gewoon gebeuren dat je te snel typt en te veel emoties. Dat kan gebeuren. En ik moet mijn bot nog een beetje wat beter afstellen. Maar ik moet eerst even kijken hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat. Maar het komt allemaal goed. Ja, ik kan. Nou, er zitten nog wat die koersplay hebben hier nog verschillende versies van. Ook van versie 6 heb je verschillende versies van. En geloof ik de 58.058 is de laatste versie. Ja, precies. Rome is ook niet één dag te hebben. Ja, en die toren staat nog steeds scheef, dus. Woningtekort. Oeh, lengtetransport. Follow me werkt hier wel op, Hansen. Dus dan kan je gewoon alles meenemen in één keer. En dan weet je hoe je bijvoorbeeld je rijdt met de tractor erheen. Of met, en dan rijdt een vrachtwagen achter je aan. Dus dat kan allemaal. Even anders doen.
In Leeuwarden, ja. Daar ben ik wel eens een keer met de vrachtwagen geweest. Maar dat is wel een aantal jaren geleden. Dank u. En kom je bij wijze van spreken vaak kijken en nou ja, dan vind ik het alleen maar leuk. Ik ben echt op zoek naar serieuze farmers die echt een beetje serieus bezig zijn ermee. En wat vaker bij mij komt kijken. En bij sommige streamers is het namelijk ook zo, als je de bij sub neemt, dan mag je ook meespelen met de farming. Maar ik heb wel regels. Dus niet door de andermans velden heen rijden, gewoon via de weg. Het is namelijk multiplayer, dus speel met nog iemand multiplayer. Dus nu zijn we met z'n tweeën. En ik ben op zoek gewoon naar serieuze mensen die ook regelmatig farming spelen en mee willen spelen. Ik doe het alleen eigenlijk samen met subs. Ja, respect voor elkaar, precies. Ik heb dat niet zo met Discord. Dus Discord heeft, we willen hem best toevoegen. Maar verkeerd taalgebruik of whatever, whatever, dan word je gewoon gewaarschuwd. Ah, dat is leuk. Ja, ik speel het niet alleen, ik maak het ook. En kijk, buitenlander spelen, ik maak ook zelf maps. En dat is eigenlijk mijn grootste passie. Spelen vind ik ook leuk hoor. Om te goede, want ik speel het zelf eigenlijk meer dan 40 uur in de week. En ik ben zelf 48, dus ik ben 6 jaar ouder als jou, dus maar leeftijd doet er niet toe. Ik heb niks online staan, puur uit mezelf. Ik ben nu, nou ja, nog niet helemaal. Ik denk anderhalf, 2 maanden nog bezig met ja, passie voor het spel, precies. En met een 64X map bezig.
En dan met in het speelt in Canada. En het zijn serieuze velden. Dus die velden die daar ook zijn, die ja, die bouw ik na. En wat ik zeg, dat er niet veel productie in heb zitten. De enige productie die ik erin heb zitten is eigenlijk op landbouw gebaseerd. Dus de fertilizer maken, de liquid fertilizer maken, de herbiciden maken, al die spullen. Kijk, en van de melk kan weer kaas gemaakt worden. Ja, maar die zijn er al. Kijk, weet je, dat is het namelijk. Die polder. Die zijn er al. Mijn passie is, ja, weet je, dat uitgestrekte Amerika, Canada. Ik volg ook iemand live via Patreon in Canada. Nee, je kan ze ook kleiner maken, natuurlijk. Uiteraard kan je ze kleiner maken. En kleinere mappen zijn ook, in het algemeen, op singleplay ook veel leuker te spelen. Ben je ook veel eerder klaar met zo'n veld. Daar ben ik het absoluut met je eens. En dan is het ook wel leuker om te spelen. Ik ken ook mensen die nog groter spelen. Dat 64X. Maar dat is. Dan gaan we gewoon te ver. Dat is een max. Een groter moet je ook absoluut niet willen. Dat, ja, dat is mijn passie. Dus, vroeger als kind werkte ik altijd op een boerderij. En ja, aangezien ik nu arbeidsongeschikt ben, is het gewoon leuk om wat te doen. Nou, die stond nog omhoog. Kan dat dan weer? Ik heb ook zo'n Cytec controller. Aha, leuk. En op singleplayer was vanmiddag was ik trouwens ook online met Peafy County Valley. Ja, dat is een 16x map. En er zit heel veel productie in. Gigantisch veel productie in. Ja, je hebt allerlei dingen opblazen in grotten met dynamite. Ja, dat vind ik gewoon leuk. En dit werkt met seizoenen. En ja, goed, en ik ben mijn eigen mappen aan het testen. Daar hou ik me meerendeels mee bezig. Maar
En in alles zit natuurlijk een bepaalde max. Ja, en aan het einde van dit jaar komt natuurlijk het nieuwe spel uit van Farming 22. FS 22. Waar ik zeker naar uitkijk. Ja, ik heb ook al. Ik heb de Logitech G9. Ik heb hem hier naast in de doos. Dat doet het moeilijk. G29 met de shifter. Ik ben rijden met de vrachtwagen. En de Cytec controller heb ik ook. Gewoon voor farming. De enige DLC die ik dan nog niet heb, dat is de Rotna DLC. En het, ja, ik heb er wel naar gekeken. Weet je, het is leuk als je hem hebt. En het is ook absoluut niet duur, dat geef ik ook absoluut toe. Maar nee, ja, dan heb je gewoon gelijk, dat is gratis. Dat is ook leuk. Als dat. En het werkt. Ja, mooi. En ik klaag ook niet hoor. Ik kan mijn game spelen en dat vind ik gewoon leuk. Daarnaast hou ik me bezig met trucking naar farming. Sinds kort ben ik eigenlijk ook wel weer met Train Simulator bezig. Ja, prima. Tot straks. Ik ga het eigenlijk een klein beetje officieel doen, een beetje door hoe het werkt. Gaat het goed? Ja, dat had ik je wel gehoord. Ja. Goed zo. Ja, het is niet zo groot. Ja, even kijken. Ja, 7. Het is het kleinste. Kijk, als die klaar is. Kijk, een koolzaad van 5 kan er ook af. Als ik gekeken. Vijf kan er ook af, maar dat een gras maaien en balen maken, daar gaan we nog even niet. Ja. Kijk, en met subs heb je natuurlijk geen reclame. Hè? Als je naar mij kijkt, dan heb je geen reclame. Dat is erdoor. Anders heb je. Net als met commerciële zenders op televisie, krijg je reclame.
Maar ik moet, ja, en ik zeg, het is allemaal vrijblijvend, dus geen verplichting. Ja hoor, mij wel. Ja, het is ook nog willekeurig, klopt. Ik weet niet of in mijn stream dat ook zo is. Reclame. Ja, jij hebt het niet, omdat je sub al hebt. Oké. Oh, je moet het dus aanzetten. Nou ja. Nou, niet echt veel mee hoor. Gaat het om? Nee, het is ook geen verplichting, idee, maar ik ben gewoon benieuwd of je dan reclame krijgt. Zeker niet, nee, zeker niet. Oh, dat is echt verschillend. Ik had het, onlangs had ik Rupku aan het terugkijken. En ik krijg wel continu, ik heb mijn sub was ook verlopen. Maar daar kreeg ik ook continu reclame door. Als het dan alleen maar terugkijken is. Oh, maar niet goed, meneer Vink. Ja, dat is mooi om te horen. Dat het daar goed gaat. Nu gaat het ook goed. Ik was een stukje vergeten. Ja, maar ja, goed. Alleen bij de commerciële zenders hoor. In NPO's heb je dat natuurlijk als iets afgelopen is, krijg je wat reclame. Als je me nou komt ook weer terug. Ja, dat klopt, gek idee, dat ik geen sub heb, dat ik krijg ook reclame. Nee, maar even wachten tot volgende maand. Het is niet anders, zie. Ik denk dat ik dan wel weer een sub neem bij hem. Ja, hij heeft mij ook hartstikke goed geholpen. Kijk, roep je al een aantal jaren. En op een gegeven moment weet je, begon me dat ook een beetje te vervelen. Ik weet niet wat het was. Dus ik weet ook niet wat het stream was of zo. Maar ik vind het nu echt de laatste tijd gewoon stukken beter. Ja, weet ik niet. Ja, ik vind de laatste tijd gewoon wel beter streamen. Ik vind ook niet al zijn. Ik heb ook niet naar al zijn streamen hoor, maar zoals de train simulator vind ik echt. Ja, dat is echt vooruitgang. Hij communiceert ook wel meer met de mensen. Op een gegeven moment had ik het, was het er ook wel eens. En
Hij communiceerde niet en nu de laatste tijd communiceert hij wel juist. Dat is misschien ook zijn nieuwe werk te maken heeft. Maar goed, ik, en hij heeft me hartstikke goed geholpen. Daar ben ik echt. Dit was ook ooit mijn klein beetje mijn doel. En dat, ja, als ik het niet had gehaald, dan was het ook goed geweest. Maar ja, weet je, ik vind het gewoon. Ik vind het gewoon leuk. Nee, ik kijk wel naar beide op, zo. Ik bedoel, maar Rupke, ja, ook wel eens niet gekeken, omdat ik dan ook zelf aan het streamen ben. Ja, zeker. Ik ben helemaal, helemaal verbaasd. Ja. Nee. Is gewoon leuk. Het was net even dat setje. Ja, dus ik stuur, ja, ik stuur eigenlijk farming of trucking. En ja, goed, ik ben ook wel weer bezig met Train Simulator. En we gaan ook wel eens kijken of ik daar weer een beetje grip op krijg. En dat ik daar een keer een stream van doe. Maar ik moet eerst zeggen, ik moet er eerst weer helemaal in komen. Ja, zo zeker niet. Ja, punt 1 wil ik eerst die map waar ik mee bezig ben af hebben. En het schiet lekker hoor. Ja, als je, ja, dan mag je hem geld vijf brengen. Daarom. Je moet hem. Yep. Ja. Dus, het is helemaal aan jou. Ja.
Oh, ik weet niet, ja. Op een gegeven moment zie ik veel te veel soort. Anders blijf je kijken en denk je, is je al klaar, is je al klaar? Ja. Ja, je mag rustig aan doen hier. Ja, dat kan. Ja. La la la, lekker voor me, lekker lekker voor me. Moeten we in die beker houden? Nee, een beker ja, maar. Staat wat bovenop, maar. Nee, tegen water. Er worden al waterflessen. De waterfles. Dan ben je al achter wat voor een symbooltje je erbij hebt gekregen. Ja. Dat klopt. Nee. Oké, ja, dat zag ik ook, gek idee. Nee, ik had het even met Hans. Nee, ik had over. Hij zegt, ik heb ook symbooltje. Ja, dat komt doordat je bits geeft. Ja, controle. Ah, ja.
Đúng rồi. Trabalho show. Yeah. Ngay nè đúng em rất thật ik heb nu ook een mod in zitten die taakje bijhoudt. Die 100 spreekt hij maar 100 liter per hectare. 103 max. Als je die niet hebt, is 300 liter per hectare sproeien. Dus nu kan je wat zuiniger aan doen. Kan je om de haarafklap je sprayer bijvullen. En nu is het in principe niet nodig. En mijn nieuwe mapje waar ik die bezig mee aan het bouwen ben, dan ga ik met Amitrak sprayers rijden en John Deere sprayers. Ik ben benieuwd wat die Amitrak doet. Die rijden namelijk vol en leeg met 50 km per uur.
Ich hab gesagt, okay. Waarom laatst zelf ook heb gelost. Toen veld 3, voor mij was het veld 3, hè? Ja, veld 3 was dat. Gehoofdstad. Maar nu aardappels opstaan. Nee, dat was eerst 19 gedaan. 19 was er, die moest ergens anders heen. En 3 had ik haver op staan. Rest kijkt Hans. En ik ben links. Ja. Oh, Hans. Oh, Sjaak, die ook weer aan het rijden. Doelloze Sjaak. Die was doelloos. Vanmiddag was Sjaak die aan het werk. Voor mij. Ik heb hem even achter de vorm aangezeten. Die zegt: kom op, aan het werk. Maar hier mag hij rondjes rijden. Met de combine. Sjaak en Sjors. We hebben er namelijk twee. Sjors van de. Sjors van de Rebellenclub. Nou, die tank is wel bijna zo goed als leeg. Achtertank. Ja, voor heb ik ook nog een tank. Dat is eigenlijk een mooie animatie. Dat je gewoon ziet. En de drukmeters. Maar ja, maar de echte boer die gaat om de zoveel tijd. Ja, dus meestal zo. Gaat hij om de zoveel tijd naar de sproeikoppen kijken of er geen verstopping in zit. Dus dan loopt hij ze één voor één langs. Maar draait hij ze los, kijkt of er geen stukjes in zitten. En dan vervangt hij de doppen namelijk. Dan loopt hij er zo langs heen. Niks aan de hand. Nee, ik zie het. Dat doet de echte boer. En zo doet hij dat. Dus dan controleert hij het.
Dat zie jij met alle machines. En wat het ook is, kijk, als de bouw er vast zit, de wielen, de wieltjes, of die niet, de pinnen die in de boerkool zitten. Er zitten geen mensen in. Dus ja, je geeft er maar een naam aan, hè. Ja, dat had ik ook gedaan. Dan zit je tenminste achter zo'n ding te hangen. Ja, zit je tenminste. Ja, alleen bij deze kom je nog een keer ergens. Die andere niet. Ja, dit is een mooi groot veld, veld 18. Veld. Ja. Wat dacht je van veld 1? Dat is denk ik de grootste van de hele map. akkers. Maar als ik nou omzet in hectare. Als ik hem nou omzet in hectare, dan is veld 1 89,38 hectare. Dus valt het nog mee. Ja, nou ja. En mijn tier 60x map hebben velden van, de kleinste is denk ik 190 hectare. En de grootste is 620 hectare. Maar dan wil ik even kijken of ik daar een systeem in kan brengen met autodrijf. Dus even kijken of dat lukt. Nou, het is gewoon jammer dat dan CruisePlay niet werkt. Anders had ik gewoon CruisePlay gebruikt. De multiplayer. Maar dat werkt niet. Ik zeg altijd, hoe meer kijkers, hoe meer vreugde. Minder kijkers heb ik ook vreugde mee, hoor. Dus het is niet zo dat ik dan geen vreugde heb, ik heb altijd vreugde. En ik probeer eigenlijk zo realistisch mogelijk te werken. Ja, soms zit ik er hier wel eens buiten. Ja, dat is een beetje afwisseling.
Het zou helemaal mooi wezen als alles interactief was. Dat de knoppen in de, zoals, in de cabine helemaal ook aanraakte. Dat het volledig controleerbaar is. Ja, goed, als je nou zo kijkt, is hij ook echt met zijn hand bij zijn joystick. Ja, dat kan. Ik hoop dat de maximale is van 3 of zo. Van hetzelfde contract. Dus dan van hetzelfde contract kan je maximaal 3 doen. En als je 3 keer bemest hebt, moet je gewoon eentje voltooien. Anders ben je die ene kwijt namelijk. Hoi, hij is helemaal leeg achter de tank. Godverdorie. Maar we hebben ook nog een voortank. Maar van dat stoel drink ik niet zoveel hoor. Is niet zo lekker. Genie. En van het andere met die doodskop erop denk ik helemaal niet. Nee joh. Kijk, nu heb ik hem voltooid. Normaal zou, zou iemand stoppen, maar ik maak dit veel te vandaag. Zo werk ik. Zo werk ik niks half. Wij werken niet half. Kost je wel meer kunstmest, of liquid fertilizer, of kost je ook meer tijd. En met oosten haal je, haal je wel gewoon alles eigenlijk in principe af. Maar hier doen we dat ook met alles. Nee. Dus we gaan straks gewoon nog een baantje terug. Zo werk ik eigenlijk zo. Als je in het begin, je komt toch wel aan je financiële. Nu is het wat langer, maar je komt er wel. Dan moet ik deze even zo doen. Het is niet de bedoeling dat we de weg ook gaan sproeien. Je hebt geen kunstmes nodig. Ja, ik weet wat je bedoelt.
Ja, en vanmiddag had ik 800 keer 600 uitzending. Dat ik omdat mijn videokaart moest geüpdate worden. Normaal gesproken start ik eigenlijk opnieuw op. Maar ik denk, nou, ik ga wel even vanmiddag streamen. En dan, maar toen pak ik de OBS 800 keer 600. Dus die moet ik zo weer opnieuw instellen. Eigenlijk een beetje raar, zo mijn kaart gewoon op 1920 maal 1080 staat. Nee, dat is niet zo handig, klopt, gek idee. Ja. Zeker. Even die machinist terug toeteren, want ik schet me wat in mijn oor. Ja. Oké. Nou, mooi toch? Ja. Ja. Die ben ik al sowieso kwijt. Even kijken, wat hadden we nog meer? Wiede. Vermist, hè? Veld 20. Ja. Beetje te gek, hè? Veld 30. Waar is dat dan? Oh, daar. Veld 30 kunnen we ook wel doen. Nou, het is mooi dat je blij bent met je computer. Ben ik ook altijd. Maar we gaan eerst even naar de farm. We moeten even tanken. Maar niet voor de tractor, maar voor de
liquid fertilizer. Ja, dat heb jij met jou weer blij bent. Maar ik ben wel blij met deze nog hoor, dus ik ga er nog even mee voor. En ik speel geen echte zware stoel mee, dus dat ik kan dat ook. Ja, dat is wel lekker. Geen stotteren beren. Dat is lekker vloeiend loopt. Nu zijn we allemaal blij met onze computer. Ja. Even wat te drinken pakken. En zo terug. Vandaar. Zo, even lekker drinken die wij, weer vers. We doen er weer tegenaan. Op veel beter.
nerviä. Tiedän, mä otan nyt sen matkan. Jag går till bank om det. Men jag kan inte mer snälla jag ser ut också. Då tar jag det plus. Vad tar jag det plus i bälla? Jag kan naturligtvis omkring kunna ha en bättre tankstation. Uppträder och jag har alltid sagt. Ja. Jag tycker så långt runt och rör och röstar. Men jag kan nog dammen ändå. Goed dat we niet nou echt in Californië waren. Ah, we hebben een vette verkeuring gehad. Dus we moeten stoppen. Echt stoppen. Dan mag je dus niet doorrijden. Nou, een mooie graafmachine hier. Moet kijken. Een mooi ouderwets ding. Open cabrio is dat. Meteen met een lekker doorwaait. Laat maar waaien.
Nou bedoel ik, vanmiddag zei ik al, ik kan niet van die verkouden hebben. Ik heb er wel kippenzoek gegeten, maar nog wel. Ja, ik moet eerst tijd hebben. Niet alles is in één keer over. Dat is. Dan moet je die ook automatisch weer terug. Ik zal. Dan zitten we weer goed. Van die weer uit. En dan weer gaan. Een nieuw contractje. Ja, momenteel hebben we heel veel contacten met bemester. Maar geen stinkmest. Nou ja, dit stinkt ook wel. Maar niet die drijfmest of... Nou ja, kan je wel... Je kan er wel mee... doen. Een drijfmest. Maar het is wel mooi lang verlicht 's avonds nu. Dus het begint nou wat te schemeren. Of richting het donkere tijdperk aan te gaan. Ja, dat is een keer. Ja, heerlijk. Nou, nog een beetje beter weer. Ja. Oh ja, oké. Juist. Pardon. Ja, weer een boer, hè. Ik wil maar iets op verzinnen. We hebben een beetje geld hebben, dan gaan we wat velden kopen. Dan zijn die van ons. Zo. Ja, voor you en me. En voor de toekomstige spelers. En dit is eigenlijk een beetje een tussenmap. Vorige keer, de andere keer, heb ik de 16x-map die ik zelf gemaakt heb gestreamd. We waren nog met ons drieën. Maar helaas is de andere persoon niet meer. Ja, eerst waren we met z'n tweeën, samen met nog iemand die had mijn 16x-map getest. En toen stelde ik hem voor om samen te gaan spelen op de multiplayer. Ja, dat vond ik hartstikke leuk. Yeah.
Nee, nou, dat is eigenlijk begonnen. Hans is eigenlijk bijgekomen toen we gingen met z'n drieën trucken. Maar toen kwam het eigenlijk dan te praten van, Hans, heb jij ook farming? Ja, ik heb ook farming. Oh, zou je het leuk vinden om met ons mee te spelen? En zo is het balletje gerold. Ja, een gehaktbal. Morgen is gehaktdag, hè? Woensdag. Ga het weer over eten, jongens. Later het wordt, dan gaan we weer over eten praten. Ja, dat is overmorgen bij ons. Ja, bij ons is hij altijd donderdagsmorgens. Lekker aardbeien, zeggen ze dan. Nou ja, laat me zitten. Ik ben namelijk allergisch voor daarom. En ik kom de donderdagsmorgens ook nooit, want dan heb ik mijn dagbesteding. En dan verzorg ik de dieren op de GGZ. Dit momenteel. Voorheen werkte ik bij een deed ik dagbesteding op een boerderij. En die was ook van de GGZ. En die kon niet meer uit. Bij de verlies. Ze moest noodgedwongen gestopt worden. Helaas. Maar bij de GGZ hadden ze ook dieren op het terrein. Dus die dieren van de boerderij zijn gedeeltelijk overgebracht naar de GGZ zelf. En daar worden ze verder verzorgd door ons. Dus donderdagsmorgens kan ik eigenlijk nooit naar de markt. En er is een vrijdagsmarkt in de stad. Ja, dat is voor mij eigenlijk een beetje te ver weg. Maar als het straks mooie weer wordt, kan ik er wel met mijn stoepmobiel naartoe. En dan kan ik een keer naar de markt. En ik ben bezig met een echte gamekamer. En aangezien ik best wel handig ben, maar eigenlijk niet kan uitvoeren, is het best, ja, ben je best wel. Best wel rot. Want mijn lichaam houdt dat gewoon tegen. Die gaat dan gewoon radicaal op slot. Precies. Ja, mijn hersens zeggen en ik doe het. Ja. Ja. Goedenavond, Kaboda. Welkom in de stream.
Ja, maar dat merkte ik vanavond al aan jou. Ja. Ja, dat is zo vrij veel doen, niet zo groot. Bedankt voor de 10 bits. Gek idee. Gehaktbal van maken. Ja, bij Ruko is het Mexicano's. Bij mij gehaktballen. Ja, zonder tomatensaus. Ik hoef geen tomatensaus op mijn gehaktballen. Of met mosterd, of met mayonaise. Een balletje, dat noem je een balletje met, hè? Balletje met. Ik ben de boer eigenlijk weer aan smeren gaan maken.
Met droge zand. In Californië, dat is allemaal zo droog, hè. Stijf. Stijf. Woestijn, ja, precies. Ik snap niet dat er wat groeit. Maar ja, ze maken goed bemest, hè. Ja, wie kan er daar ook, hoor, die wegen. Kijk nou, waar Hans nu aan het oosten is, bij 5 had hij al geoogst, zijn mooie veldjes om mee te beginnen. Ja, mijn 5 krijg je ook wel af. Even omhoog gaan, anders gaat mijn bom eraan. Zo. Ja, een goed genoeg aan mensen die was er heel erg, nee, dat klopt. Van die kruidachtigen die dan naar boven komen. Ik denk dat we zijn mooi geanimeerd. Dat is, sproei ik nu ook met 100 liter per hectare. Dus het gaat niet zo snel. Dat kan in de game, maar in werkelijkheid zal het veel sneller gaan. Maar goed, dat kan ik ook wel verhogen. Ik kan in één keer naar 150 liter gaan. Dat is eigenlijk wel een beetje normaal. Zie je een beetje voor iets sneller gaan.
Okay. Maar die is vlakbij. Dat is vlakbij, dat is Tja. Die knoppen nou allemaal geanimeerd waren. Dat zou toch wel gaaf zijn. Dat zei ik net ook al, maar. Tja. Dan ben je echt realistisch aan het farmen. Is dashboard. Nee, een dashboard. Dus, dan heb je het scherm wat je hier rechts hebt, zoals bij de John Deere. Die kan je dan met de touchscreen bedienen. Moet je wel een iPad hebben voor Android toestel. Maar op de telefoon is het niet handig. Dus zo'n iPad is natuurlijk wel ideaal daarvoor. Kan je daar alles mee instellen. Dat is best wel gaaf. Maar geen iPad, dus helaas. Ja, klopt, gek idee. Misschien wel, wie weet wat 22 komt brengen. Farming. Het wordt wel steeds mooier. Ja, bij 21. Gewoon via de dingen terug en dan kan je daar zo langs de weg. Maar kijk maar hoe je rijdt. Oh, dat wist ik nu niet dat het ook met 2S221 was. Nee, gek idee zei dat met de dashboard. Aha, met bepaalde functies. Aha. Maar voor ETS, dat wist ik ook. Je ondersteunt het ook. Aha, vandaar. Ja, je hebt ook van twee TS helemaal die cockpit gebeuren. Dat je de knoppen moet bedienen en zo. Dat weet ik wel. Ja, ik vind TS heel mooi hoor, absoluut. Zonder meer, maar dat. Nee, dat.
Dat weer net niet. Maar ja, dat heb ik met farming wel. Ik eigenlijk mijn dingetje. Maar zo heeft iedereen zijn eigen, ja, wat hij mooi vindt natuurlijk. En wat hij leuk vindt. Ja, de rail draaien, klopt. Ja, dat is wel leuk om dat te zien. Maar ja, ik hoef dat hoef ik net even niet. Ik gebruik daar gewoon mijn toetsenbord voor. Ja, te geavanceerd, klopt. Maar van virtueel wereld wel dan. Ik weet wel dat de meeste logs van Steam het wel ondersteunen. Ja. Er zit wel radio in, maar je mag geen muziek hebben hè, met Twitch. Dus helaas. Als ik niet stream heb ik het wel aan hoor. Zo lekker. Oké. Nou, ik heb hem zelf niet, dus ja, ik heb hem wel gezien hoor. Kijk, goed bezig. Ja, ik kan alles terugbrengen naar de farm, hè. Zo is dat. En ik heb alweer twee velden bijna gesproeid. Een paar keer op en neer en dan is het ook klaar. Ja. Hoe is dat? Ja, ja. Ja, 4 uur is 4 uur, hè? Ja. Ja, ik denk dat hierna nog 1 baantje en dan is het klaar.
Ja, we wisselen elkaar ook een beetje met dingen af. Dus niet de ene maar alleen maar aan het bemesten is, of fertiliseren, of ploegen, of afhalen. Ja, we wisselen echt met elkaar af. Ja, dan hebben we elkaar wel even geholpen. Dat is gewoon een grote klus en je moet gewoon even met z'n tweetjes doen. Althans, ja, we zijn niet meer meerdere mensen, dus het is. Ik zou wel willen met meerdere mensen, maar dat. Daar heb ik ook niet altijd vaste dagen voor. Het is ook net na hoe ik mezelf voel. Dus ik, sommigen hebben echt, gewoon, echt schema's. Die, hè? En dan streamen ze. Probeer ik zelf ook wel. Maar ja, als mijn lichaam het gewoon niet wil, dan houd ik op. En dan zeg maar ja, en dan is het net iets te veel. En als je het goed voelt, dan ja, dan kan het gewoon. Dus nu moet ook tussendoor gewoon wat ja, rust nemen en alles op zijn tijd. Ik ga even vastkijken, wil ik best wel wonen hoor. Dus wat iemand een farmer. Dus corona heeft ook wel eens meegespeeld. Maar goed, die hebben ook andere dingen, misschien andere dingen te doen. Het is helemaal geen verplichting, je moet allemaal een beetje vrijblijvend blijven. Ja, op vrijdagavond gestreamd. Ja. Ja, soms heb ik ook, zoals donderdag, heb ik dan altijd mijn dagbesteding. Dan doe je soms ook wel soms te druk. Dus even een lijntje erbij pakken. En ik denk dat we de boel gaan oversteken. Van mijn hef. Hefbomen, die vinden die boompjes niet zo leuk. Ik denk dat het zo goed is. Ja. Dan moeten we zo terug. Ja, dit is gewoon een extra stream. Ja. Aha, je hebt niet alle DLC's. Oké. Oh.
Maar de Klaas DLC had je wel, hè? Gewoon, hè? En nog een paar, geloof ik, maar wist het even niet precies. Ja, dat geloof ik. Ja, ik was even met ETS bezig, ja, klopt. Maar dat was eergisteren. Zondagmiddag. Ik heb mijn Scania gekocht. Ja, alleen de Klaas die is hier, ja. Ja, kijk. Maar ik werk toch met een redelijk grote velden. En mijn nieuwe map die is nog druk. Dus daar heb je echt, daar werk ik echt met de Boogles. En de Anderson en de Cleveland. Ja, eergisteren zondag was het met ETS. Toen heb ik mijn Scania gekocht. Oh, eerst met een man. Maar die, toen dacht ik even wat veranderen. Ik dacht, ik heb ook nog een Mario map. Dan denk ik dan, daar is die man genoeg voor. Die speel ik toch niet zo vaak. En dan in gewoon ETS rijk met de DAF. Dan ga ik een keer een Scania kopen. Ja, dat klopt, Kaboda. Ja, dat was anders dan. Maar zoveel balen kan je net zo goed de Vlieco autoload balenlader hebben. Dan kan je gelijk 30 balen in één keer geloof ik opstapelen. En die kan je ook weer koppelen. Dus dan kan je in één keer 60 balen transporteren. Maar dat gaan we straks wel met die grote map doen hoor. Dus, anders is het gewoon niet te doen. Dan gaan we gewoon met drie trailers rijden achter elkaar. Dus ja, goed, je kunt de capaciteit ook verhogen. Maar met Anderson, die laat ik gewoon Anderson. Ja, goed, ik ben eind dit jaar wel benieuwd naar de 22. De seizoenen. Die kant terug. Ik heb alleen de Rotna pack niet gekocht. Kan ik geen waarde hebben. Ja, leuk als je hem hebt, maar dat doet voor mij niet. Dat doe ik dan wel. Ik rijd gewoon niet staat. Ik rijd wel hier hou ik me gewoon aan de weg. En het is ook wel leuk. Hier staan allerlei mensen.
een beetje geanimeerd. Echt typisch Amerikaans. Ik weet alleen niet of jullie hier ook echt kan bouwen. Of dit decoratief is of. Hier staan wel wat plateaus. Normaal kan je daar wat neerzetten. Maar hier hebben we wel I, dus. Dus wat is dit? Nou, dit is meer voor als je een mijnbouw of. Ja, het geeft niks weer hier. Dus, nou ja. Je zal er wel wat voor nodig hebben. Dat hij dan ook gaat bouwen. Zou je dat ook in de multiplayer moeten doen, maar. Maar verder is hij wel leuk aangekleed. Het heeft wel een beetje weg van ATS. Ja, met de editor kan ik wel kijken wat, of daar wat zit. Maar nu doet hij in principe niks. En de Walmart. Die heb je echt hier van deze. Neem ook in mijn nieuwe map zitten. Maar dat zit echt. Dat is echt van. American Truck. Er zitten hier ook een heleboel dingen van in. Het is wel een beetje apart dit. Ja, ik ben ook al klaar. Ik vind hier ook leuk. Lace up boots, faded jeans, homemade sandwich, a half a jug of tea, average Joe. Average pay, same old end, burritos. Same old day, but there's nothing wrong with a hard hat and a hammer. Kind of blue and sticks this world together. Hands of steel and cradle of the promised land. God bless the yeah. Ik heb wel leuk gemaakt met die muziek in. Maar ah, dat is gewoon mijn geluidbestand. Het is hetzelfde dat bij een 16 inch maar de McDonald's had. Ja, dan heb je nog hier nog meer dingen. Kun je ook wel stoplichten. Ik heb zelf ook wel zo'n map gezien dat stoplichten werken. Er staan ook klitsers. Dus als je dan doorrijdt, dan heb je de bekeuring te pakken. Maar deze stoplichten werken niet.
Jij bent ook nog bij je. Ik zag jou rijden. Ja, hier heb je ook nog meer. Ik ben hier op deze animal dealer. En dan hoor je ook echt de verkoop van de koeien. De inkoop van de koeien. Zit er hier ook in. Dus ja, het is een beetje een gevarieerde map. Maar het heeft wel heel veel weg van ATS. Kan je mij ook even wassen? Ik ben een beetje lui aangelegd. Zo'n personeel moet je gewoon hebben. Nee. Ga je er makkelijker bij om niet zo te springen. Ja, mooi. Zie je mooi schoon. Nu even kijken waar we die gaan neerzetten. Ja, mooi plekje. Zij misschien niet. Ja, gelijk achter de oren. Ja. En dan gaat het zo piep. Dan krijg ik water in de oren. En dan hoor ik niks meer. Ja, en hier heb ik dan, die had ik net andersom moeten plaatsen. Maar goed, dit is dan de liquid fertilizer kopen. En hier de herbicide kopen. En dan hebben we hier de kalk, de seeds en de fertilizer. En dan hebben we hier de vulpomp, diesel. En hier hebben we de defpomp. Met sommige tractoren hebben we def nodig. Kijk, en dit is mijn logo. De Vink Logic. Die zit ook in mijn nieuwe map. Met andere auto's.
Oh, melkbussen. Oh ja, is ook wel leuk om te laten zien. Ga ik even wat sneller lopen. Hier heb je dus de koeien. Hier kan je dus de koeien kopen. Je kunt ze ook bij de veehandelaar ophalen. Nee. En hier dus allemaal koeien. Hier moet je ze dan voeren. Dus er zijn er een heleboel. Ik geloof dat hier in totaal een stuk of 10 staan. Dus je gaat helemaal hier langs heen. Hier, hier, hier. Hier weet ik eigenlijk niet. Ja, hier ook. Allemaal andere treinen? Nee, niet met andere treinen. Hier is onze silo. Lukt het? Even overnemen. Oké. Okay. Maar dat lukt ook niet altijd hoor, in één keer. Het is een beetje lastig. Er staat ook gewoon een doorrij koeienkoop. Het meest eenvoudige voor dit spul. Maar als je geduld hebt, komt ook tijden aan het pielen om hem erin te krijgen. En nu gaat hij daar ook weer tegen. Ja, ja, dat klopt. Had ik hem er voor aan de. Achteruit met de dingen weer in de rijen is gewoon lastig. Ja, dat is makkelijker met de combine hoor. Achteruit is weer inzetten is gewoon moeilijker. Veel wel. De combine moet er ook nog in. De vrachtauto had je al terug, of niet? De vrachtauto had je al terug, hè? Ja. Ja.
Maar volgende keer laat ik jou zien hoe je met programmeer werkt. Dan mag ik dan alles in één keer mee. Maar dat komt wel. Ja, dat is dat, oh, daar staat het gewicht. Oké. Dus moet je deze nog schoonmaken? Oh ja, zie je. Alles zo weer blinken, blinken, blinken. En hier dus door. Ja, mooi is het. Nu nou koffie. Nou, we hebben er een mooi beetje bij, hè?
En dan is alles afgerond. Ik wil bekijken. Dan gaan we de volgende week hebben. Kijk, hè. Veld 7 gaf hij aan dat hij geploegd mag worden. Nou, als we die dan gelijk geploegd hebben en 5 mag gecultiveerd worden. Dus we gaan er 1 cultiveren. En de andere gaat ploegen. En daarna gaan we die velden kopen. Tenzij je die niet gelijk met zaaien begint. En dan kan je er net zo goed voor het contract zaaien. Want dat levert dan weer extra geld op, hè? Dus dan gaat het. Even kijken of ik een cultivator heb. Ja, deze grote cultivator. Ja, we gaan er één cultiveren en de ander gaat proeven. Proef heb ik hier. Nee, die is er niet meer. Hier heb ik de proef. En dan ga ik met die. Vorig jaar had ik geproefd. Dan mag jij nu proeven. En dan ga ik cultiveren. Dan ga ik cultiveren en dan ga ik met deze doen. Deze of deze. Dus ja. En die grote Klaas met die rupsbanden is een motje. Nou, dan gaan we eens even naar binnen. Eens kijken of we inmiddels de koelkast weer tevoorschijn kunnen toveren. Om wat te drinken. Die deur zit nog steeds op slot. Helaas. Ah, hier. Zie je wel? Goed zo. Mooi. Nou, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik ga nog even kijken of er iemand nog online is wie ik kan gaan raiden. Even deze opzetten. De schrijver is met Train Simulator bezig. Ah, dat kan ik wel eens even doen. Even kijken. Community. Nee. Nou, reden. Oh. Oké. Ja, dat klopt. Nou, ik kijk zo wel even terug. Sorry, heren, maar de game was gestopt. Ending de stream. Graag gedaan. En ik zal zeggen tot de volgende keer. En ik ga dit schrijver even reden, heren. Dus super, veel plezier daar om te kijken. En tot de volgende keer.
kapot, hoor. Corbus, daar zie niks. Dat dit geen 150 euro maar deze. Ik ga eens even kijken of hij opgeslagen heeft. Ik ga hem opnieuw opzetten.